Hallo, welkom bij Janneke Kunst in de Opdracht, bij de tekenles voor juni. Deze maand gaan we bloemen tekenen. En als ik zelf een tekening van bloemen zie, dan vind ik dat altijd heel erg mooi. En dan ga ik bezig en dan denk ik van, nou, het is al best wel moeilijk. Maar als je stap voor stap gaat doen, dan valt het eigenlijk best wel mee. Dus dit is de tekening. We hebben de maand juni. Als kalender staat hier dus ook al op. En het leuke van deze opdracht is dat je zelf ook nog een bloem bij mag tekenen, bij kan tekenen. We gaan eerst wat bloemen leren. Hoe teken je nou een bloem? En wat zijn de belangrijkste stappen om een bloem te tekenen? Wat hebben we nodig? Je potloden, je kneedgum. En deze papier heb je erbij gekregen, een leefvel papier, om even op te oefenen. En je ziet dat ik er al even drie op heb gezet, die heb ik net al even geschetst. Maar ik laat jullie even zien hoe je dat doet. Dat doe ik echt heel kort, omdat het eigenlijk ook vrij simpel is. En daarna gaan we bezig met de originele tekening. Ik leg het even aan de kant. Ik heb een hard en een zacht potlood, een B en een H. Nou, het makkelijkste bloemetje om te tekenen is deze. Even kijken of de video goed staat, of je goed ziet. Misschien kan ik iets dichterbij. Zo is dat heel goed. Het makkelijkste is om met je zachte potlood, maak je eerst een rondje, mooi donker. Dan ga je hem vervagen vanuit het midden steeds meer naar buiten toe. Dat je een mooi rondje krijgt. Dan ga je dus eerst met je zachte potlood ga je stippen vanuit het midden, dus vanuit het donkere, daar ga je omheen stippen. Dat zijn die zaadjes. En dan ga je met je hardere potlood, met je H-potlood, ga je eromheen stippen. Dan krijg je kleinere zaadjes. Dus zo vervaag je van binnen naar buiten, dat het steeds fijner wordt. En dan gaan we de blaadjes maken. Je bent geneigd om mooie ronde blaadjes te maken. Dat kan. Maar je kan ook blaadjes maken met een beetje een vormpje erin. Want blaadjes zijn niet perfect rond natuurlijk. Zo. Als je nu eerst een ronding hebt gemaakt, dan maak je daar een hoekje in, want het blaadje vouwt meestal dubbel aan de bovenkant. En bij het blaadje waar je een inkeping hebt gemaakt, die maak je juist rond. En dan kun je hem ook nog mooi doortrekken hier naartoe. Dat doe je bij de anderen, doe je dat ook. Je maakt er eigenlijk een rondje omheen. En dan kun je bij de zijkanten kun je ook nog een mooi lijntje zetten, want ook dat is schaduw. Dan vanuit het midden teken je de lijnen naar buiten toe. En zo begint het al op een echte bloem te lijken, hè? En als je dan onder het blaadje, waarvan het puntje is dubbel geflapt, daar maak je schaduw. Ik doe dit even niet uitgebreid, omdat we straks ook nog de bloemen gaan maken. Maar als je onder het dubbelgevouwen randje met je dikkere potlood wat dik aanzet en daarna
ga je dat vervagen. Dan zie je dus dat hij gelijk al een 3D effect krijgt. Zie je het? En dan van binnenuit kun je dat ook gaan doen. Deze manier. En dan aan het bovenste randje, dat valt eigenlijk naar achteren toe. Dan zet je ook weer een dikkere lijn. En dan ga je ook weer overheen. En zo krijg je dus al een 3D effect met je blaadje. Ik zal hem even dichterbij houden, zodat je duidelijk ziet. Dan zie je dat dit nog plat is en deze kant echt naar voren toe. Doordat je met schaduw en met licht hebt gewerkt. Nou, dat is de eerste tip. Dan zie je hier een roos. En de meeste mensen vinden de roos het moeilijkst om te tekenen. Maar eigenlijk is hij het makkelijkst. Ik zal er even een nieuw blaadje bij pakken. Want wat is het leuke van een roos? Niet één roos is hetzelfde. En je begint eigenlijk met een soort friemeltje in het midden. Daar doe je een friemeltje omheen en nog een en dan ga je steeds groter. Dus je blad een beetje een puntje. Nou, dit is een roos waar je dus van boven op kijkt. Hier kun je dan een mooi blad bij maken. Dit is dus een roos die zie je van bovenaf. Maar als je nou een roos in een vaas hebt staan, dan kijk je er een beetje vanaf de zijkant tegenaan. Dus dan wil je ook een beetje het kopje zien. Nou, dan maak je weer een friemeltje, maar dan ga je eigenlijk eerst naar boven werken. Een blaadje erbovenop, nog een blaadje erbovenop. En hier maak je eigenlijk platte blaadjes. Roze blaadjes. En dan zie je de kop, zeg maar, van het roosje zie je. En daar ga je dan weer blaadjes omheen maken. Dan kan hier nog een blaadje. Dus nu kijk je er echt meer tegenaan. Zie je het verschil? Deze roos zie je van bovenaf en deze roos, daar kijk je vanaf de zijkant tegenaan. Nou, dat zijn wat voorbeelden van de bloemen. En als je dus leuk vindt, dan kun je zelf ook bij de tekening die al klaar is, daar kun je een bloem bij maken. Ik ga deze voordoen, omdat het dan wat duidelijker is. En we hebben de voorgaande lessen hebben we natuurlijk al heel veel over schaduw geleerd. Maar bij bloemen is dat nog belangrijker, omdat je bijvoorbeeld hier heb je de zonnebloem. Maar daar staat de anjer, die staat voor de zonnebloem. Dus in de zonnebloem, die is erachter, komt meer schaduw. Maar je ziet dat ook achter de blaadjes van de zonnebloem, de grootste, daarachter zitten ook nog blaadjes.
En alles wat naar achteren is, daar zit schaduw op. Dus straks krijg je een zonnebloem die de achterste blaadjes zijn donker en de voorste blaadjes zijn licht. En dat geldt ook voor de roos en voor de andere anjer. Bij de roos, daar kijk je gedeeltelijk in en van opzij, maar alle blaadjes die lopen naar binnen toe. En alles wat naar binnen loopt, daar is schaduw. Dus we gaan aan de slag. Ik ga eerst alle donkerste punten ga ik intekenen en daarna ga ik steeds lichter werken. Dus ik begin donker met mijn zachte potlood, met een B-potlood. En dan gaan we dus steeds een stukje verder. Dus het binnenste, dat wil ik donker hebben. En alle binnenkanten van de blaadjes, die wil ik ook donker hebben. Dus alle blaadjes wat naar binnen toe loopt, dat doe je donker. En zoals jullie misschien wel op de andere foto hebben gezien, werd hier net een prachtig bos bloemen gebracht. Dus ik heb een mooi voorbeeld. Even laten zien. Nou, als je die voor je hebt liggen, dan heb je inspiratie genoeg. Dus we gaan er straks misschien ook wat mooie takken bij maken. Maar we gaan eerst verder met de tekening. Dat is het blaadje waar ik nu mee bezig ben. Dat valt naar buiten toe. En dan daaronder maak ik dus de schaduw. Dan heb ik het over dit blaadje, dat valt naar buiten. En dan daaronder komt de schaduw. Nou, jullie zullen het ondertussen al wel weten voor degene die al vaker mee gedaan hebben. Dus ik hoop niet dat die tip vervelend wordt, maar... Ja, het is gewoon het belangrijkste met tekenen is gewoon de juiste schaduwplekjes weten te vinden. En heel goed kijken, kijken, kijken. Van waar zit schaduw? Wat ligt achter? Wat ligt voor? Dat is echt het belangrijkste. Hou u te veel praten, want dit is echt gewoon een werkje. Daar moet je gewoon lekker van genieten. Lekker relax. Gewoon ook de tijd voor nemen. Niet snel af willen maken. Maar gewoon lekker rustig. Misschien een muziekje op. En dan ga ik beginnen met het vervagen. Even mijn punt wat scherper maken.
Want hij is een beetje zacht. Als jullie dat ook hebben, gewoon met een schuurpapiertje kun je dit doen. Dan heb je weer een wat harder, scherper puntje. En vooral als je klein werkt, dan is dat heel makkelijk. Om een fijn puntje te hebben. Nou, doordat je nu dus met licht en donker hebt gewerkt, je hebt dikke lijnen gezet, donkere lijnen, dan zie je dus dat de roos nu echt meer 3D is. En dan kun je nog met je scherpere potlood nog weer bij de randjes langs om echt de donkere hoeken te maken. Zodat je nog meer het 3D-effect krijgt. En dat vervaag je dan ook weer. Dan zie je hier blaadjes. Hier zie je er een en daar zie je er een. Nou, je ziet dat dit blaadje dubbel geflapt is. Dit stukje is de bovenkant, dit stuk is de onderkant. Dus er zit een knik in het blad. Dus de onderkant van het blad, dat doen we donker en de bovenkant laten we licht.
Nu ga ik met het volgende blad bezig. En dan ga ik met een potlood bij die lijntekening langs. Bij dat lijntje midden in het blad. Want daar zit bij dit blad de schaduw. En dan ga ik het vanuit het midden vervagen. Dus de onderkant is donker en het midden is donker. Dan gaan we met die anjer gaan we verder. Hetzelfde als wat we daarnet bij de oefening hebben gedaan. Ik heb er al wel wat stippen op staan, maar van binnen mag hij dus echt donker worden. Dan ga je vervagen met de doezelaar. Vanuit het midden steeds verder naar buiten toe. En dan in het midden zet je dikke stippen met je zachte potlood, met je B-potlood. En dan aan de buitenkant zet je stippen met je H-potlood. Dan krijg je kleinere stipjes. Dan gaan we nu met de zachte potlood gaan we eerst de blaadjes doen die erachter vallen. Even zorgen dat je een scherpe punt hebt, dat je makkelijk tussen de blaadjes in kan. Dus dan begin je echt ertussen, heel donker. En bij de lijntjes langs donker. En dan het puntje, dat laat je open. Even dichtbij laten zien. Dit is donker wat ertussen valt. En het puntje laat je dan open van de blaadjes wat erachter valt. Dus eerst ertussen. Aan de zijkanten. Ik draai mijn tekening even, zodat ik er makkelijk bij kan. Nou, ik heb nu alle achterste blaadjes heb ik gedeeltelijk donker gemaakt. En nu ga ik de voorste blaadjes, daar zet ik met mijn harde potlood, zet ik daar een lijntje op. Twee mag ook. Grote blaadjes. Ik zie dat ik er hier een vergeten ben om donker te maken. En nu gaan we de
onderkant van de grote blaadjes gaan we heel licht gaan we inkleuren. Dus echt het onderste randje en dan een beetje naar het midden toe. Maar dus niet zo donker als de achterste blaadjes. Maar wel dat er schaduw zit, want van binnen zit er natuurlijk schaduw. En dan gaan we met de doezelaar gaan we verder. Eerst de achterste. Probeer een klein stukje wit over te laten. En als het niet lukt, dan kun je dat straks ook met je kneedgum doen. Dat je weer een stukje wit maakt. Want ze hoeven natuurlijk niet helemaal heel donker te worden. Op het puntje van het blaadje, daar komt licht. Nu de voorste blaadje doen. De onderkant gewoon lichtgrijs. En dan trek je een stukje naar boven toe. Naar de bovenkant van het blad, zeg maar. Nou, dan hebben we er alweer een klaar. Ik zie hier een steel onder zitten. En die valt onder de bloem en onder het blad. Dus dat is schaduw. Dus het eerste stuk gaan we donker maken. Maken we hem steeds lichter. En dan het onderste stukje maken we weer wat donkerder. Want dat staat in de vaas. En dan begin je met de doezelaar bij het donkerste gedeelte. En dan ga je zachtjes naar beneden. En dan zit er nog genoeg op je doezelaar om die steel toch kleur te geven. En dan begin je van onderaf. En ook dan ga je weer naar boven. En dan zie je dat in het midden is het mooi licht. Dan gaan we dit blad doen. Dat valt onder de anjer, is het blad van de zonnebloem. Dus het blad wat onder de bloem valt, het stukje, dat maak je echt mooi donker, want er zit geen licht. En dan de rest doe je weer met de doezelaar. Ik pak even een stukje kneedgum. En dan wil ik hier onderaan wat licht hebben. Gaan we verder met de zonnebloem.
Ook daar geldt eigenlijk weer hetzelfde als bij de anjer. Alles wat er achter, alle blaadjes die er achter liggen, die maak je donker. Dus daar begin je dan ook weer mee. Je ziet dat ik nu de randjes van de blaadjes doe. Dat zijn dus de blaadjes die net achter een ander blaadje vallen. Dus daar is ook schaduw. En nu ga je weer vanuit het midden. Aan de binnenkant van de bloem, dan ga je lichter kleuren. Dan kan de kern vanuit het midden een maatje donker. Al rondjes draaiend. En dan ga je steeds wat lichter ga je naar de buitenkant om. Maar dat het midden echt donker is. Toezelaar vanuit het midden, rondjes draaiend, voorzichtig. Dan kun je met je potlood weer zaadjes stippen. Ik heb er al wel een aantal op staan, maar een zonnebloem heeft echt heel veel zaadjes. Het is echt zo mooi gemaakt met de schepping. Met één plant
dat hij zo, of één bloem, dat hij zoveel andere bloemen kan geven. En vooral bij de zonnebloem is dat heel bijzonder. Die heeft echt heel veel zaadjes. Wordt ook wel eens vergeleken met de toen Jezus en Abraham lieten zien hoeveel sterren er aan de hemel stonden. Zoveel nageslacht zou hij krijgen. Nou, dat was ontelbaar. En dan wordt de zonnebloem wat er ook wel eens mee vergeleken. Dat de zonnebloem zoveel zaadjes heeft dat je het eigenlijk bijna niet tellen kan. Wonderlijk geschapen. Dan gaan we nu eerst alle dikke schaduw. Gaan we doen en dan kun je ook gelijk de lichtere schaduw meepakken. Dan is ook de zonnebloem klaar. Bij de zonnebloem gaan we ook de steel, wat achter de bloem zit, gaan we echt heel donker maken. En dan pakken we aan deze kant de donkere lijn, want hier valt net wat licht op. Hier wat lichter en dan de onderkant echt weer donker. Dan hebben we hier ook nog de steel van de roos. Daar doen we hetzelfde bij. En dan zie je dat hier stekeltjes zitten. Dan doen we de onderkant donker. En die doen we hier ook nog donker, want die andere steel valt ervoor. De onderkant van de steek weer donker. Nu zie je dus duidelijk de stekels naar voren komen. En dan nu die anjer. Nou, daar zie je dus dat ik in tegenstelling met de andere bloemen, daar zie je duidelijke lijnen, maar deze zie je alleen eigenlijk kriebeltjes, om het zo maar te zeggen. En dat is ook best wel...
Het is eigenlijk heel makkelijk om dus een anjer te tekenen, want je tekent eigenlijk alleen maar kriebeltjes om elkaar heen. Maar je kunt dus geen vaste lijnen doen, want een anjer die heeft van die hele kriebelige blaadjes. Dus eigenlijk trek je de lijntjes trek je over met je zachte potlood. En dan kun je ook nog wel wat kriebeltjes ertussen zetten. Dan maakt het ook net even dat het meer jouw werk is. En dan alleen de buitenste, die, daar doe je geen dikke lijn omheen. En dan de kriebeltjes die voor de buitenste lijn zitten, daar ga je schaduw maken. Gewoon een beetje. Doe een schaduwrandje bij langs. Want dan weet je dat dat de binnenkant is van het vorige blaadje. En zo werk je steeds verder naar binnen toe. En door de schaduw ga je dus de diepte zien. En dan begin je eigenlijk gewoon vanuit het midden. Ga je bij de lijntjes langs. En dan zie je zelf dat je schaduwplekken krijgt en lichtere randjes. En daardoor gaat het dus net meer echt lijken. Dan heb je dus eigenlijk heel simpel, heb je een bloem getekend in 3D. En ook hier zie je een blad zitten, die aandacht, waarvan de punt van het blad is dubbel gevouwen. Dus we gaan hier schaduw onder tekenen. Maar het blad valt natuurlijk ook achter de bloem, dus er moet hier ook wel wat schaduw. Zo, en dan gaan we de steel nog doen. De onderkanten.
Dan is je klaar. Om het helemaal af te maken, kunnen we ook nog iets met de vaas doen. Je hebt hier wat schaduw tussendoor. Door de bloemen. Die zijn natuurlijk schaduw. Dus dat kun je een beetje wegwerken. Deze rand is licht. Want die is aan de voorkant. En dan kun je nog deze manier dat het lijkt of er water in zit. Maak je eigenlijk twee halve boogjes. En dan de zijkanten, die doe je met je doezelaar. De bodem. En zo heb je een vaas met bloemen. Nou, en voor degene die dus nog een bloem erbij willen maken, die we net geleerd hebben, dat kun je dus doen. Dan kun je hem bijvoorbeeld aan de zijkant maken of hierachter nog. Maar als je hem er dus achter doet, dan maak je dus alleen de lijnen die je ziet, omdat hij achter die andere bloemen zit. Je kan er ook nog bijvoorbeeld wat grassprietjes doorheen doen. Ik word even een paar zo. Dat vind ik wel leuk. En dan kun je er ook weer blaadjes aanmaken natuurlijk. En dan kun je kleine blaadjes aanmaken, maar grotere blaadjes. Wat je zelf mooi vindt. En zo wordt het dan je eigen bloemstuk. En dan kun je nog met de doezelaar een beetje uitdoezelen. En dan hebben we hem compleet. Ik ben heel benieuwd naar jullie bloemstuk. En nog leuker is het natuurlijk om te zien of jullie er zelf wat bij gemaakt hebben. En ik wens jullie heel veel succes en neem de tijd om alles even netjes af te maken. Tot de volgende keer en alvast bedankt voor het meedoen. Doei doei!